Kijk, hier. Aan de achterkant van mijn tanden zie je een spalkje. En die krijg je meestal als je een beugel hebt gehad om de tanden weer op zijn plek te houden als die eenmaal recht staan. Maar ja, voordat ze recht staan moet je wel heel vaak naar de orthodontist. Welkom in de stoel bij Elco en Nop. Zij weten alles van beugels, want ze zijn orthodontist. Orthos betekent recht en odous tand. De rechte tandenmannen dus. En de eerste patiënt van de dag is Lars. Zijn tanden staan niet helemaal recht, dus heeft hij een beugel nodig. Dag Ilko, ik heb een patiënt voor je. Goedemorgen Lars. Hallo. Jij komt voor het eerst. Ga lekker zitten. Zo, licht erbij. Doe maar open. En Ilko, waar kijk je nou naar als je in zijn mond kijkt? We kijken of de mond groot genoeg is om alle tanden en kiezen plaats te geven. Verder hebben de tanden en kiezen ook invloed op het gezicht van iemand. Mm-hmm. En we zien bij Lars dat de onderkaak wat naar achteren ligt. Dus zelfs met een beugel kan je dus de vorm van een gezicht een beetje veranderen. Niet alleen maar de tanden in de mond. En Ilko, is het nou zo dat je direct kan zien nu van, oh, deze beugel heeft hij nodig? Nee, we hebben wel een goede indruk, een eerste indruk. Maar om precies te bepalen wat voor soort beugel je nodig hebt, hebben we meer gegevens nodig. En daarvoor worden foto's gemaakt. Een paar van de buitenkant en een paar van de binnenkant. Dat gebeurt met röntgen. Zo kan de orthodontist goed zien hoe de wortels in de kaak staan. En verder moet je happen, zoals dat heet. Happen? Happen, ja. Dat zijn eigenlijk afdrukken van je boven- en je onderkaak. En uiteindelijk geeft dat een soort kopie van hoe de tanden en de kiezen staan. En kan je dat bij mij ook doen? Dat kunnen we wel doen als je dat leuk vindt. Ja hoor. Zo, Reigel, dat wordt een flinke hap. Nou, hier komt hij dan, Reigel. Oké, oh wow. Met je hoofd tegen de hoofdsteun. Ja? Je mag goed ver open doen. Doe je tong maar een beetje omhoog. Hartstikke goed. En rustig in- en uitademen door je neus. Dan gaat het hartstikke goed. En ik ga hem rustig een beetje over de tanden heen aanbrengen. Goed zo. Mag je tong rustig ontspannen en een beetje op de lepel leggen. Nou Reigel, nu is hij droog en haal ik hem uit je mond. Daar komt hij hoor. Voelt even gek. En daar is dan een afdruk van je tanden en kiezen. En dit doe je bij iedereen die een beugel krijgt? Dit doe je bij iedereen voordat er een beugel gemaakt wordt, om goed te kijken hoe alle tanden en kiezen staan. Hey! Ja. Is het gelukt, Lars? Ja. Was het spannend? Nou, viel wel mee. Oké, want Natasja, krijgt hij nu zijn beugel? Nee, vandaag krijgt hij zijn beugel nog niet. We hebben nu alle informatie verzameld eigenlijk. En de orthodontist gaat een plan maken en dat duurt ongeveer 2 weekjes. De volgende patiënt is Jeske. Zij komt voor een slotjesbeugel. De slotjes worden geplaatst door de assistent Natasja. Je zag haar net al even. Wat ben je nou bij Jeske aan het doen? Ik ben bij Jeske slotjes aan de onderkant aan te plakken. Oh? Omdat de tanden ietsjes rechter moeten gaan staan. En hoe lang ben je er nou mee bezig? Ongeveer een half uurtje. Echt? Zo snel? Ja. Ik ga het klemmetje er even uithalen. Die voelt even heel gek, denk ik, hè? Oh, hoe voelt het? Vertel even. Heel raar. Ja, wat dan? Ja, het voelt heel droog of zo. Ja. Maar je bent nog niet klaar, hè? Nee, er gaat nog een draadje doorheen. Dus die gaat de spanning geven samen met de elastiekjes die over de slotjes heen gaan. Ja, en dat geeft dus die spanning. Nu begint de beugel aan zijn werk. En het draadje is de baas. Het draadje wil terug in zijn oude vorm. Zo trekt het aan de slotjes en komen je tanden en kiezen in je kaakbod in beweging. Heel langzaam. En je ziet er zo niks van, maar van binnen is het een enorme bouwplaats. In het kaakpot wordt constant gewerkt door een stel onvermoeibare gasten. Je osteoclasten en osteoblasten. Hallo mannen. Overal waar de beugel duwt en trekt, halen de osteoclasten bot weg en maken de osteoblasten nieuw bot aan. De boel schuift langzaam op en zo krijg je alles op een rijtje. Ben je benieuwd hoe het eruit ziet? Ja. Ja? En? Heel cool. Ja, heel cool? Ja. Hoe voelt het in je mond? Ja, het doet geen pijn, maar het voelt wel een beetje raar. Roosmarijn is aan de beurt. Haar beugel is er net uit en kijk haar eens stralen. Nop, volgende patiënt. Ja, dat klopt. Dit is Roosmarijn Reigel. Roosmarijn, een ervaringsdeskundige, begrijp ik. Ja. Want? Precies. Ik ben net klaar met mijn beugel. Hoe voelt het zonder beugel? Heel glad. Ja, een beetje glibberig. Ja. Zullen we eens eventjes kijken hoe de tanden nu staan? Eerst ga ik de spalkjes controleren. Want het is altijd zo dat spalkjes net wat los kunnen gaan zitten zonder dat je het zelf doorhebt. Dus we controleren eerst goed of de spalkjes achter de boven- en de ondervoortanden goed vastzitten. Dan gaan we nu eens eventjes kijken of de tanden en de kiezen mooi in elkaar passen. En? Goed zo. Ziet er netjes uit. Ziet er netjes uit? Gefeliciteerd. Ja. Dat is best wel een verandering die er geweest is. Zullen we samen eens even terugkijken? Kijk, dit is hoe het eerder was. En is die weggehaald of zo, die tand? Nee, die is niet weggehaald. Dat is een hoektand. En een hoektand is eigenlijk altijd heel belangrijk om die ook netjes te hebben in je gebit. Dus die staat nu ook netjes op zijn plek. Mag ik die tand eens zien in jouw mond? Oh, wauw, Roosmarijn. En wat zijn de reacties nu? Want ik bedoel, het is natuurlijk een paar jaar geleden. Maar kunnen mensen zich nog herinneren dat je zulke tanden hebt? Ja, zeker familie. Die vindt het echt veel mooier nu. Oh, wauw. Ja, je hebt echt een prachtig gebit. Ja, zo cool.